Nou, jou, jou dus demonstraties. Vernemen jou ook dat er meer mensen op komen, dat mensen naar je kerk binnen? Ja, de mensen die komen eigenlijk elk jaar zien we toch dat er 20, 30 mensen bij ons op die demonstratie komen. Maar die ben toch wel nieuwsgierig hoe het dat vroeger nou echt werkt. En er zijn ook veel mensen die vinden ergens een oude zender. En die willen er toch wat mee doen. Want ze hebben eigenlijk niks met een boswaaier. Want ze zeggen, ja, die zender dat was toch vroeger het werktuig. En als ze er vroeger met meiden kunnen, kunnen we er nu ook nog met meiden. En vandaar dus dat elk jaar er toch steeds meer mensen komen te kijken. Van, hoe werkt dat? Nou ja, we waren vroeger bij ons thuis. Mijn heid die had een stuk of 5 koen. En had 4 geiten. En die geiten moesten wij als klein jongen vroeger altijd zorgen dat die voer kregen. En dan moesten we gras meten. Dat deden we eerst met mes en met de scheren. Maar nou, dit hebben we dan toch stiekem de zender pakt om wat vlogger gras te kringen voor de geiten. Nou, om goed zender te meten, dan ben je er toch enkele jaren mee bezig voor de echt in de gaten hem hoe je zender heren moet en hoe hij dat ding door het gras lopen laat moet. Want je moet dat niet met de huid doen. Dan kun je mij ook wel zien, hey, ik gebruik mijn lichaam eigenlijk niet. Ik laat de zender het werk doen. Hoe makkelijk als die zender eruit eigenlijk doorglijdt. Maar om dat echt onder de knieën te kringen, ja, dan ben je toch nog wel een periode verder. Dan zeg ik, ik ben een ervaren zendermeijer.